Laat de onderkant van je dekkers zien. Ja. Dankjewel. Hoe lang skate je al? 3 jaar. 3 jaar pas? Ja, 3,5. En waar ben je begonnen? In Beeldhoven. In Beeldhoven. Hoe kwam het zo dat je begon? Nou, ik zag skaters op de baan in de zomervakantie en toen vond ik dat ook wel leuk. Toen ging ik een bord kopen bij Bart Smit. Wat voor bord? Gewoon een Bart Smit bord. Ja. In een Taiwan dek? Ja. Ja. Ja, toen is het verder gegaan. En je hebt inmiddels al een aantal prijzen gewonnen, of niet? Ja. Waar? In Brielen heb ik wielen gewonnen. Wanneer was dat? In Apel. Dat was in de zomervakantie. Mm-hmm. En in Houten, dat was vorig jaar, heb ik een dek gewonnen. Dat was mijn eerste wedstrijd. Ja. En ik heb nog een keer wielen gewonnen in Zoetermeer, ook in de zomervakantie. En nog een dek in Houten. Harderwijk. In Harderwijk? Ja. En wat moet je tijdens een wedstrijd doen? Nou, gewoon skaten. Geen fout maken. En wat is een fout? Nou, als je iets niet afmaakt. Kun je wat laten zien, Jochem? Oké. Okay. Hey, tijdens zo'n wedstrijd, hè? Ja. Zijn er dan veel jongens die meedoen? Ja, heel veel. Hoeveel? 20 of zo. En moet je je daar lang van tevoren inschrijven? Ja. En hoe liggen de leeftijden? Want jij bent nog niet zo oud. Hoe oud ben je? 11. En wat zijn de oudste? 18 of zo of 20. Oh, dat is heel oud. Dan kan je daar gewoon tegenop? Het hangt er niet vanaf hoe oud je bent, maar... Hoe goed je bent? Ja, hoe je skate. Ja. Ben je al van plan op te houden of niet? Nee. Hoe lang doe je met zo'n skateboard? Een paar maanden meestal. En hoe vaak doe je het per dag? Elke dag. Elke dag? Ja. En hoe lang alleen doe... als het sneeuwt niet of zo, of als het regent. Ja, ja, dan kan dat bord niet tegen. Nee. En je schoenen? Schoenen die gaan, denk ik, 2 maanden mee ongeveer. Twee maanden? Ja. Dat is niet zo lang. Wat kosten ze? Deze kostte 140. 140. En wie betaalt die? Mijn moeder en mijn vader. En jij zelf niet? Nee. Ja, ik moet wel zelf kort betalen. Maar ik krijg 10% korting bij Hardcore en ik kan trucs goedkoper krijgen en zo bij Innocent en wielen. Dus ja. Hey, en waarom is skaten nou zo leuk? Nou, ik weet niet. Het is gewoon leuk. Het is leuk om te doen en zo. Ja. Doe je nog andere sporten? Ja, basketbal wel eens. Ben je er niet te klein voor? Nee. Nou, ja, een beetje.